We zitten op een kantelpunt in de energietransitie. Het voelt een beetje alsof we de afgelopen 20 jaar geoefend hebben. En nu door ook de echte energiecrisis, opeens binnen 10 jaar die hele energietransitie er doorheen moet rauzen. Daar moeten heel veel mensen aan werken, maar ook op een andere manier met elkaar gaan samenwerken. Er is eigenlijk nu nog maar een hele kleine groep in vergelijking waarvan ik denk dat in de toekomst een hele grote groep gaat worden. Aan visionairs hebben we geen gebrek in Nederland. Dat is goed, maar dat zijn punten die je neerzet op de horizon. Uiteindelijk heb je ook echt mensen nodig die zeggen, oké, wat hebben we dan concreet nodig om daar te komen? Aan euro's, mensen, capaciteit, windmolens, zonnepanelen. En dat goed kunnen neerzetten om echt een roadmap op te zetten naar die wereld van B. Waar komen de waarden die je creëert in de toekomst, waar komen die te liggen? Wie heeft daar zeggenschap over? Wie heeft daar zeggenschap over geldstromen? Hoe kun je dat zo goed mogelijk inrichten dat er toch iedereen een rol heeft en iedereen zijn waarde netjes verdeeld wordt, zodat iedereen zijn rol ook kan pakken? Om zo'n beeld te kunnen scheppen en dat te kunnen laten zien in de toekomst hoe dat eruit ziet, heb je echt een hackathon nodig waar mensen out of the box zo'n beeld neer weten te zetten. Als jij hetzelfde denkt als ik, dat je een rol hebt in de energietransitie, dan moet je daar zijn, dan moet je je visie inbrengen, maar dan moet je ook meekomen met concrete acties wat jij dan gaat doen om die visie waar te maken. Precies op dit kantelpunt gaan we bij elkaar zitten en dat bedenken hoe we dat gaan doen, dat is geweldig. Ik heb het gevoel dat we als burgers een hele belangrijke rol kunnen spelen, met name in het lokale, gedecentraliseerde nieuwe energiesysteem. Wat we wel doen en wat we niet doen, is nog onbekend. Dus daar gaan we naar op zoek. We hopen erop dat eigenlijk niet alleen maar pure energie-experts komen, maar het feit dat je een bewoner bent, dat jij in een leefomgeving werkt en het gevoel hebt van mijn omgeving gaat veranderen, ik wil daar wat mee, dat maakt je al een expert. En zorg dat je erbij bent en je eigen inbreng geeft op het verhaal van de energietransitie voor 2050.